Ze komen op Boutersen. Want dat is de hamvraag vandaag. Hoe verder en wat? Laat me u aangeven dat de partij vanaf het begin heeft aangegeven dat dit een politiek proces is. Het kan ook niet anders wanneer we na 41 jaar een vonnis krijgen van onze leider. Dan is er sowieso politiek meegespeeld. En tot nu toe wordt er politiek mee bedreven. Yes. Laat me u aangeven dat de juristen hun zaken hebben gedaan. De NDP, de partij, zoekt naar een politieke oplossing. Wij kijken niet meer naar het recht. Wij zijn nu vanaf vandaag politiek bezig met dit proces. Omdat er voor ons geen andere middelen meer aanwezig zijn dan politiek antwoord te geven op datgene wat zich afspeelt in Suriname. En gaan we ook doen. Dat gaan we ook doen. En wanneer ik zeg dat wij politiek antwoord zullen geven, dan zult u me zien vragen hoe. En we beginnen om die sterke partij, de organisatiegraad, op te voeren. Vanaf, en we zijn er al mee begonnen, door het hele land te gaan trekken. Wat meneer Graan ook zei, om u aan te geven wat de NDP in mind heeft om te doen na, en ik ga het duidelijk zeggen, na overwinningswinst in 2025. Wat is er nog? Dat gaan we doen vanaf vandaag. We gaan aangeven wat we gaan doen. Maar we laten Boutersen niet in de steek. Hij is nog steeds onze voorzitter. En zolang hij dat kan doen, zal hij dat blijven. Als er zich andere zaken voordoen, dan hoor ik het van hem. Maar wij zien hem nog steeds als de voorzitter en leider van de partij. En in mijn laatste gesprek die ik heb gehad met Boutersen, toen zei ik nog tegen hem, want u weet wanneer we alleen zijn, dan zijn we heel vrij tegen elkaar. En ik zei tegen hem, Daisy, elk besluit die je neemt, ondersteun ik. En daar heb ik respect voor. Ik ook. En no matter what, we gaan door. Yes. En die heeft mij toen gezegd, Ramon, de politiek heeft me daar gezet. En de politiek gaat me eruit halen. Yes. En die woorden zijn me bijgebleven. En daar, met deze, het is een leuze. Met deze leuze zullen wij ook de verkiezingen ingaan. Een politiek pot mee drapen en een politiek pot voor mee bakken. En we zijn ervan verzekerd dat dat zal gebeuren. Wij gaan niet terugdeinzen. We zijn vastberaden om datgene wat we willen te bereiken, om dat te doen. De middelen daartoe. Men heeft gezegd, wij zullen alle middelen gebruiken om ons doel te bereiken. Let wel, alle middelen. En u mag zelfs interpreteren hoe u wil. Maar alle middelen die we nodig hebben om de verkiezingswinst te bereiken. En het veiligstellen van Suriname gaan we inzetten in deze verkiezingen. Wanneer we oproepen om het hoofd koel te houden, moet men ook weten dat elk touw een eind heeft. Wanneer men zo doorgaat om zo agressief bepaalde zaken uit te voeren, moet men rekening houden dat, dat je een partij bent en je bent bezig met de andere partij. Ik heb het aan het begin gezegd. Wij van de partij praten over een politiek proces en we gaan politiek antwoord geven. Het politiek antwoord dat zijn we al bezig uit te voeren en het is heel goed geformuleerd. Ik roep u op vandaag, niet alleen om het hoofd koel te houden, maar goed op te letten wat er de komende dagen gaat gebeuren. Boutersen heeft aangegeven dat hij zich niet gaat aanmelden.
De partij staat achter hem. Yes! Yes. Compleet. Yes! Het is een echte revolutionair. Een echte strijder geeft nooit op. En laat zich ook niet vernederen. En dat, nu niet, dan niet, nooit niet. Laat dat gezegd zijn. Ik mag zeggen dat ik hem redelijk ken. Ik ben samen met hem teruggekeerd in 1975. In één vliegtuig, hetzelfde vliegtuig in 1975. 7 november 1975. We kennen elkaar al ruim 47, 48 jaar. Of misschien langer. Ik ken hem. Ik weet wat hij in zijn hoofd heeft. En we hebben vaker... Hoeft hij mij niet veel te zeggen... Maar ik begreep wat hij vraagt en wat hij verwacht van ons, wat we moeten doen. En een van de zaken die hij me gevraagd heeft is, Ramon, we moeten de verkiezingen winnen. Ja.